mijn naam is Maarten en ik wil je wat vertellen over SketchUp, in dit geval over hulplijnen. Hulplijnen maak je onder andere met de rolmaat en je maakt ze met de hoekmeter. En hulplijnen kunnen heel erg handig zijn, want er staan er nogal wat in deze tekening. En op basis van die hulplijnen kan ik geometrie aanpassen. Bijvoorbeeld deze, die moet net iets verder naar voren, dus ik pak de push-pull en ik laat hem lopen tot aan de hulplijn en ik klik hem af. En deze moet uitgelijnd worden met deze hulplijn, klikken, bewegen, tot aan de hulplijn. En ik klik hem af. Als hulplijnen niet meer nodig zijn, dan pak je gewoon de gum daar uit de taakbalk of de E van Eraser en dan gum je hem weg. Maar sommige hulplijnen zijn voor later nodig. Moet je die dan ergens wegzetten? Moet je die groeperen? Moet je die in een tag plaatsen? Dat mag allemaal, maar het hoeft niet. Want de hulplijnen hebben een aparte klasse. En die klasse kan je vinden onder het menu View. Dat geldt voor de Windows en dat geldt voor de Mac. Als ik bij View ga kijken, dan zie ik hier ergens staan Guides. En Guides kan je vergelijken met een gids, gidslijn, hulplijn. Zo kan je het een beetje onthouden. Daar staat nu een vinkje voor. En als ik dat vinkje uitzet, dan zijn mijn hulplijnen weg. En zet ik het vinkje weer aan, dan zijn mijn... Oh, dat was een ander. Dat waren mijn assen. Zet ik het vinkje weer aan, dan zijn ze weer, dan zijn ze er weer. Dat is natuurlijk prachtig, want zo kan je ze, ja, wanneer je ze nodig hebt, kan je ze gebruiken. Zet ik weer de as uit, moet ik niet doen. Zo, View Guides. Mocht er onverhoopt ineens een hulplijn bij komen, dat ik zeg, nou weet je, ik ga hier zo een extra hulplijn plaatsen, zo onder een hoek. Bam, dan worden ineens alle andere hulplijnen ook weer netjes weergegeven. Als ik hier dan mee klaar ben, dan kan ik ook weer View Guides, kan ik ze uitzetten. En met View Guides staan ze weer aan. Dus ik heb flexibiliteit als het om hulplijnen gaat. Super handig. Zit al in heel veel SketchUp versies, ook al jaren terug. En misschien gebruik je hem helemaal niet. Dus bij deze, alsjeblieft. Ik wens je een hele mooie dag en hartelijke groeten. Laat even weten wat je van de video vond. Vind ik hartstikke tof. Volg ons waar je zou kunnen. En graag tot de volgende video. Dankjewel. Veel plezier met tekenen.